Vanochtend werd ik wakker, een beetje verkouden van de airco. En toen zijn we heel snel naar de Starbucks gereden voor een lekker bakje koffie. En toen konden we alweer door om naar de kerk te gaan. Want we reden richting Franklin naar de Christ Church, waar ze zelfs een security wagen hebben. En deze kerk die heb ik vorig jaar ook bezocht, omdat ik het zo te gek vond. Echt een koor. En er was hier ook één meisje wat zo ongelooflijk goed kon zingen, dat ik haar gewoon niet scherp kon filmen. Luister even. En daarna gingen we snel weer door naar een lunch met mensen van Integrity, het music label. En toen gingen we naar onze Airbnb waar we de komende week zitten. In deze heerlijke rustige wijk. Waar we s'avonds nog eventjes probeerden om het ruige stadsdeel te verkennen. Maar alles bleek op zondagavond gewoon gesloten te zijn. En er was helemaal niks open. Het enige lollig puntje van verzet bleek de oversteek te zijn. Waarbij de knop alleen maar aangaf dat we moesten wachten. Ik probeer. Ja. Uiteindelijk toch maar gelopen, anders hadden we er nu nog gestaan. Doei!